Nu moet ik zeggen dat er dus enorm veel kennis over de sociale psychologie was in mijn studie. En wat ik eigenlijk in de dagelijkse praktijk, en nu ook als ik terugkijk, in 6,5 jaar, ben ik maar verdomd weinig bestuurders, managers, adviseurs tegengekomen. Die zeiden, nou, van het weekend heb ik eens een interessant uh, wetenschappelijk artikel uh, gelezen. En dan heb ik maandag, uh, ga ik echt een paar dingen anders doen. Die zijn er eigenlijk nauwelijks. Tenminste, ik ben ze nog zelden tegengekomen. En dat is misschien ook niet zo gek. Want het gemiddelde wetenschappelijk journal dat je opslaat, heeft nou ook niet de dingen gelijk voor handen dat je denkt, nou maandag ga ik dat anders doen. Dus dat is eigenlijk ook heel logisch. En wat we daarin dus zien is dat er eigenlijk een grote gap to bridge is. Tussen aan de ene kant onderzoek en aan de andere kant uh, wat wij toepassen in de praktijk.